De inhoud van de wagons was direct duidelijk. Dat was ethanol, alcohol, dat verbrandt schoon. Dat betekent dat er ook geen giftige stoffen vrijkomen. Er was dus ook geen enkele reden om dan ook verder andere maatregelen te nemen. We hebben wel continu meetploegen in het veld gehad. Zowel van de DCMR als van Zuid-Holland-Zuid. En die hebben gemeten naar mogelijke gevaarlijke stoffen. Met het oog op de veiligheid is ook de A16 afgesloten geweest. En dat had te maken met een aantal wagons waar LPG in gezeten heeft. Geen LPG meer in zat, maar die niet gereinigd waren. En die zouden vanwege ook de aanstraling door deze brand kunnen leiden tot een ontploffing. En dat bracht ook wel een risico met zich mee, mogelijk voor de A16. Op een gegeven moment hebben wij in het beleidsteam gesproken over de mogelijkheid om die treinen, dat treinstel met die wagons, lege wagons, LPG, om die weg te trekken. Dat is ook gebeurd, zijn ook later geïnspecteerd. En op dat moment is er ook veel beter geprobeerd om de brand te bestrijden. In een bepaalde situatie, als je merkt dat de brand niet mindert en het risico dus zich gaat voordoen dat mogelijk door continue verhitting van ketelwagens er gassen ophopen en er een ontploffing zou kunnen plaatsvinden, hebben wij besloten om te gaan evacueren. Dat is in het begin direct nog niet nodig, maar als langere tijd wagons in vuur staan, is het toch verstandig om verder geen enkel risico meer te nemen. En dan zeg je, nu is de tijd genoeg geweest, we gaan inventariseren. Welk gebied moet worden geëvacueerd? Dat was een deel van het buitengebied van de drie gemeenten. En mensen zijn op dat moment ook naar een andere locatie gebracht. Vandaag nog bezorgen wij bij alle inwoners van dat gebied een brief, waarin we duidelijk maken wat we allemaal gedaan hebben. En inmiddels is ons vaste telefoonnummer 14078 het hele weekend dag en nacht bereikbaar voor vragen over de brand.